jouw oma is toch ook spits, Ronnie, of niet? Neef. Ik wist deze stinkert. Ik wist dat hij daarover zou gaan beginnen. Ja, nee, ja, er zijn allemaal mensen die willen weten hoe het gaat met je oom. Het is een neef, dat is één. Ja. En hij is zeker spits, ja. Ja, maar goede spits er ook. Hij is best een goede spits. Hij zat in het nationale team. Nee. Ja. Jij met telefoon. Hij stelde zichzelf op. Ja. Maar kijk, moet je kijken. Ja, ha, lekker, man. Hij is wel wat van zijn snelheid verloren, hè? Ja, maar hij was daar gewoon 50 jaar dat hij meedeed. Kijk, en dan je eigen nog aanvoerder maken ook. Dat kan niet, hè. Dat kan echt niet. Dit kan echt niet. Was dat die man die dat dook? Nee, dat was... Ja, die dat dook. Die dat zijn... Hij juicht, maar hij heeft hem niet gemaakt. Nee, maar hij dook wel. Ja, hij zag zo iemand. Ze zijn zo vervelend, jullie. Hij dook wel. Ja, maar ja, je kunt het ook zo zien, hè. Hij houdt gewoon voetballen. Ja. Hij vindt het gewoon leuk. Ja. Ja, nou, hij gaat lekker voetballen. Waarom niet? Ja, even kijken. Kijk, maar jouw oma is toch ook een soort Kees Jansma bij zijn club, toch? Of niet? Ja. Ja. Ja, toch wel. Ja. Kijk, dat deelde niet. Het geld altijd even uit aan iedereen. Iedereen kreeg een envelopje. Dus hij doet het. Hij is geliefd, hè? Hij is wel geliefd, ja, hè? Maar goed, Steven, jij was laatst bij de gast in BNR. En toen vertelde je ook de andere kant van het verhaal. Jullie hebben moeten vluchten, voor jullie leven moeten rennen. Je moeder heeft op een gegeven moment het punt bereikt dat ze dacht... we hebben de kinderen veilig kunnen achterlaten. Ik blijf al achter, ik hoef het niet meer te redden. Toen heeft je broer haar weer opgehaald, toch? Ja, mijn broer heeft haar weer opgehaald. Nou, tussen Brunswijk en Boutersen, het echte verhaal is... hij diende onder Boutersen. Bouten was toen de baas van het Nationale Leger. Ja. En Brunswijk, mijn neef, die wilde stoppen. En toen zei Boutersen, ja, je mag stoppen, maar je krijgt geen geld. Toen zei hij... en als je je geld wil, moet je maar een bank beroven. Heeft hij ook gedaan. Maar ja. Hij heeft een bank beroven waar het geld van Boutersen zat. En zo begon de pleuris. Ja. Ja, daar is het begonnen. En toen kwam alles... toen wilde Boutersen, mijn familieleden... of de familieleden van Ronnie Brunswijk, wilde die allemaal spreken, zeg maar. Nee, maar het is een heftig verhaal wat je vertelde. Ja, het is een heftig verhaal. Ik was toen 4, maar gek genoeg. Ik heb er een theaterprogramma over gemaakt. Over slavernij en mijn verleden en... toen ik het schreef, ging dingen bij verzinnen hoe we gevlucht waren. Ik schreef dat we door de modder moesten, dat er op ons geschoten werd. Maar ik was 4, dat kon ik niet herinneren. Nee. Mijn oudere broer, die las het verhaal en voor het eerst. En hij zei, goh, dat je dat nog wist. Je bent 4. Ik zeg, dat heb ik verzonnen. Hij zegt, nou, dat is exact zo gebeurd. Dus onbewust heb ik dus dingen opgeslagen waarvan ik niet wist dat ik... onthouden had. Ja. En heel veel details. Maar je hebt echt op het dippertje gered, toch? Bij die rivier die je overste moest steken? Ja, want Boutersen die kwam het binnenland in. En de rebellen hadden de linie gevormd, schoten terug. Maar de rebellen waren natuurlijk in de minderheid. Het leger drukte door. En mijn moeder moest wat kinderen achterlaten ook. Uiteindelijk, wij hebben de overkant gehaald. Het was Frans-Guyana, Frans grondgebied. Dus daar waren wij veilig, vluchtelingenkamp. Vanuit daar gingen we naar Parijs, Nederland. En heel veel onzekerheid hoe het met mijn broers en mijn zus ging. Dat wisten we niet. En later hoorden we inderdaad dat die ook de overkant gehaald hadden. Maar dat is toch wel een periode onzekerheid geweest. Ik heb zelf 3 kinderen nu. Dus dat is dan best wel heavy. Als ik moest kiezen welke ik achter zou laten... ja, dat is een keuze die je niet kan maken natuurlijk. Nee, heftig verhaal. En nu ben je een succesvol cabaretier. Dan gaat het hartstikke goed. Dus, ik mag niet klaar.